Deze foto is gemaakt op 29 augustus 1988. Ik heb het erop gezet, want ik kan niet alles uit mijn hoofd. En dat is een foto die eigenlijk hier om de hoek gemaakt is, in de S-straat. We zitten nu in de Bijlenstraat. En ik woonde toen om de hoek in de Oosterhoutstraat. En toen zag ik in één keer allemaal militairen voorbij komen. En denk ik van, hé, wat is er aan de hand? En toen zag ik dat ze bezig waren met de oefening. En het waren natuurlijk nog dienstplichtige militairen. En dat vond ik best wel spannend. Dus toen heb ik daar een serie foto's van gemaakt. En op een gegeven ogenblik zag ik ze voor de winkel liggen. Er waren toen nog twee winkeltjes daar in de buurt. Een supermarkt en een fietsenwinkel. En dan maak je heel veel foto's. Maar het mooie is, als je een foto maakt, moet je altijd wachten tot iets gebeurt. En er gebeurt altijd iets. En toen zag ik in de vet al iemand aankomen, een buurman met een hondje. En die liep er gewoon redelijk nonchalant voorbij. Waardoor het dan één keer een soort humoristisch beeld is. Maar tegelijkertijd ook weer een tijdsbeeld. Want de winkels zijn niet meer. Je kunt het ook aan de kleding zien. En de dienstplichtige militairen zijn niet meer. Het geeft in één keer een heel vreemd beeld dat in je eigen omgeving in één keer soldaten op de stoep liggen. Dat geeft sowieso een soort vervreemdend effect. Maar dan ook nog de nonchalantheid met de meneer die met het hondje voorbij loopt. Dit komische accent. Ja, ik vond het gewoon een mooi beeld.